Waar komt de regenboog vandaan? Nou ja, iets met zonlicht dat in regendruppels valt en dat dan afgebogen wordt. En dan met verschillende kleuren. Oké, maar hoe zit het nou precies? Stel dat een lichtstraal in een waterdruppel valt en tegen de achterkant kaatst, dan heeft die straal een hoek gemaakt van in totaal 180 graden. Maar een andere straal, die niet precies in het midden van de druppel valt, wordt eerst gebroken. Dat wil zeggen dat zijn richting verandert als hij in het water binnenkomt. Dan spiegelt hij en dan wordt hij weer gebroken. In totaal wordt deze lichtstraal 145 graden afgebogen. Als de lucht nou vol zit met regendruppels, krijgen zonnestralen op deze manier dus overal een knik van 145 graden. Maar bijna al dat licht zul je nooit zien. Je ziet alleen die paar lichtstralen die in je ogen belanden. Dat zijn zonnestralen die in heel bepaalde druppels afgebogen worden. Namelijk de druppels in een boog van 35 graden om het punt recht tegenover de zon. Ah, dus daar komt die boog vandaan. Toch ook weer niet, want zonnestralen kunnen ook nog op andere plekken in de druppel vallen, bijvoorbeeld nog verder van het centrum. Dan worden ze met de 140 graden geknakt en dat geeft een boogje van 40 graden. Of 139 graden en dat geeft een boogje van 41 graden, of 42 graden, of 42,5, maar verder gaat het niet. Als het licht nog dichter bij de rand van de druppel invalt, wordt de totale knik juist weer groter en het boogje dus weer kleiner. Alle boogjes samen maken een soort schijf, waarvan de rand van 42,5 graden het allerhelderst is, de regenboog. Hé, maar wacht even. Een echte regenboog heeft kleuren. Oké, dit hele verhaal hangt ook nog van de kleur af. Blauw licht wordt iets harder afgebogen en dan is de rand van de schijf iets kleiner. Rood licht geeft juist de grootste boog. En alle kleuren daartussenin, oranje, geel en groen, maken samen nu echt de regenboog.